Vandaag een antwoord op de vraag van Jenny. Jenny volgt nu al een tijdje een dieet. Een dieet op basis van maaltijdvervangende producten. En ze valt geweldig af. Wat merkt ze echter, en dan nog niet zozeer zelf, maar haar omgeving met name, ze reageert nogal traag. Nogal laat, ze reageert ook nogal apart. Ze doet wat gekke uitspraken ten opzichte van anders. En alles lijkt veel later binnen te komen bij haar. Alles is een beetje op afstand, wat wazig. Het lijkt wel alsof er watten in haar hoofd aanwezig zijn. Zo omschrijft ze dat. Hierover maakt Jenny zich wat zorgen, want ja, dat is toch duidelijk niet echt goed. En ze vermoedt dan ook dat dit het gevolg is van haar dieet. Want voorheen was ze gewoon heel helder van geest en nu dus niet bepaald meer. Haar geestescapaciteit is duidelijk wat minder dan normaal gesproken. En dit is uiteraard niet goed, besef Jenny. Maar Jenny is wel heel erg blij met het gewichtsverlies wat ze heeft bereikt tot nu toe met dit dieet. En wil ook nog wel graag wat gewicht extra verliezen. Dus de vraag van Jenny is, wat zou ik kunnen doen zodat ik mijn dieet niet hoef op te geven. En dus wel gewoon nog de resterende kilo's kan verliezen. Maar toch wat helder van geest weer kan worden. Nou, Jenny. Eerst moeten we gaan begrijpen waar jouw klachten, het gevoel van watten in je hoofd, het niet helder zijn van geest, trager reageren, wazig, vreemd reageren, waar dit op duidt. Dit duidt op een verminderde hersencapaciteit. Jouw lichaam bezit allerhande receptoren. Introreceptoren, welke informatie van binnenuit je lichaam oppikken, zeg maar. En extroreceptoren, welke informatie van buitenaf opprikken. En al dat soort informatie moet verwerkt worden in je hersenen, normaal gesproken. En natuurlijk ook ten tijde van je dieet. Al die informatie moet eerst verwerkt worden en vervolgens, naar aanleiding van die informatieverwerking, zal daar een reactie van jou opvolgen. Nou, ik vertel dit nu hè, in een tempo, maar dat gaat natuurlijk veel sneller. Jij pikt signalen op, dat is niet bewust, en dat wordt verwerkt in je hersenen en daar is jouw reactie op gebaseerd. Jij merkt sinds je dieet volgt, dat jouw reactievermogen afneemt. Dat ook alles wat jij qua prikkels van buitenaf ontvangt, allemaal wat trager en wat waziger binnenkomt. Zo lijkt wel, zo omschrijf je dat met je watten in je hoofd. Je reageert ook wat vreemd, dus die informatieverwerking die loopt ook duidelijk niet zoals anders. Dus dit duidt op een verminderde hersencapaciteit ten opzichte van normaal gesproken. Dan is het belangrijk om te begrijpen wanneer zal je hersencapaciteit verslechteren. Nou, jouw lichaam heeft een hoofdtaak, namelijk jou te laten overleven. En hoe doet je lichaam dat? Hoe is jouw lichaam daar voortdurend mee bezig? Door een evenwicht genaamd homeostase te bewaken. En het evenwicht, het hangt samen met je bloedsuikerspiegel die moet binnen bepaalde waarden zijn. Je bloeddruk die moet binnen bepaalde waarden zijn. De zuurtegraad in je lijf. Het vochtgehalte in je lijf. De osmolariteit, hoeveelheid opgeloste stoffen. Dat is jouw lichaam voortdurend aan het reguleren, heet dat. In stand aan het houden. Dat evenwicht is namelijk nodig om alle stofwisselingsprocessen in je lijf en dan ook wel overal in je lijf en niet enkel in gedeeltes van je lijf goed te laten verlopen. Wanneer dit evenwicht ontbreekt, dan gaat jouw lichaam in paniek. Dan raakt jouw lichaam in paniek. En dan zou je lichaam ervoor zorgen met de weinige stoffen die hij wel heeft, om dat evenwicht zoveel mogelijk te bewaken. En de stofwisseling in je lijf te beperken tot enkel de meest noodzakelijke functies. De meest vitale functies. En dat zijn toch wel functies in het
Perifere deel, dat is het onderste deel van je lijf. Dit is het centrale deel. Dit is het perifere deel. Kijk, hier liggen al je vitale organen. Dus op het moment dat het evenwicht in je lijf niet heerst en niet goed behouden kan blijven en er stoffen ontbreken in je lijf, welke dit evenwicht moeten helpen behouden, dan zal jouw lichaam dus vanuit een stressreactie focussen op de meest vitale functies. Daar horen je hersenen niet bij op dat moment. Die zijn dan van latere zorg. Dus de bloedtoevoer, brandstoftoevoer, voedingsstoffentoevoer richting je hersenen, dat heeft op zo'n moment niet de hoogste prioriteit. Dat wil zeggen dat je hersencapaciteit zal verslechteren. Wat jij nu merkt, dat is verslechterd, Jenny, ten opzichte van eerder. Op het moment dat het evenwicht in jouw lijf niet heerst, niet goed behouden kan blijven. En wanneer is dat het geval? Dat is het geval. Vooral wanneer je voeding bijvoorbeeld structurele tekorten vertoont in essentiële voedingsstoffen. Essentieel, de naam zegt het al. Noodzakelijk wil essentieel zeggen. Er zijn een aantal stoffen welke noodzakelijk zijn voor je lijf om aanwezig te hebben in het lijf. Alleen die kan je lichaam niet zelf maken. Dus ze zijn noodzakelijk om structureel aanwezig te hebben in je voeding. Het feit dat jouw hersencapaciteit is verslechterd sinds je dieet, doet vermoeden dat jouw huidige voeding tekorten vertoont in deze essentiële voedingsstoffen. Jouw dieet is gebaseerd op maaltijdvervangende producten, Jenny. Deze zijn uitgebalanceerd samengesteld, heb jij mij verteld, zegt de verpakking jou. Dat is ook een reden waarom je dit hebt aangedurfd, dit dieet. Want je snapt natuurlijk dat een dieet op basis van producten die niet uitgebalanceerd zijn samengesteld sowieso niet echt verstandig is om te gaan volgen. Maar dit zei de verpakking. Nou, en wanneer mag dat enkel zo genoemd worden, uitgebalanceerd samengesteld? Wanneer dergelijke producten voorzien in essentiële voedingsstoffen? En ja, jouw maaltijdvervangende producten voorzien ook ruimschoots in essentiële voedingsstoffen. Toch vertoon jij klachten welke duiden op een verslechterde hersenfunctie, een verminderde hersencapaciteit. En dit duidt dus op voedingsstoffentekorten. Kan dit dan verklaard worden? Ja, dit kan verklaard worden. Ja, jouw dieetproducten bevatten een uitgebalanceerde samenstelling, bevatten essentiële voedingsstoffen. En echter, jij neemt 3 van deze maaltijdvervangende producten op een dag. Dat is duidelijk minder dan de behoefte van jouw lijf aan deze stoffen. Want de hele dag door moeten er processen, lichamelijke processen, maar dus ook hersenprocessen, plaatsvinden in je lijf en zijn deze stoffen nodig. Wanneer je dan op 3 momenten van de dag deze een beetje aanvult door een dergelijk product te nemen, is dit duidelijk. Dat blijkt uit je klachten te weinig tekortschietend voor jouw lijf ten opzichte van de behoefte. Wat staat jou dan ten ook te doen, Jenny, aangezien jij het dieet liever niet op wil geven, maar dergelijke klachten ook niet wil, omdat je beseft dat is niet gezond. Je wil deze tekorten opheven. Nou, als het goed is, zijn je maaltijdvervangende producten dus voorzien in de essentiële voedingsstoffen. Dus dat valt niet zozeer aan te vullen. Maar de frequentie waarmee jij deze neemt, moet opgehoogd worden. Jij moet dus de tussenpozen verkorten tussen jouw maaltijdvervangende producten, Jenny, die de stoffen bevat, die uiteindelijk dus jou weer helder van geest moeten maken. Dusdanig verkorten en dan ook de hoeveelheid van de producten die je uiteindelijk neemt op een dag verhogen met 1, 2, misschien wel 3. Tot het moment dat je merkt van mijn hersenen krijgen nu ook weer deze stoffen. Ik ben weer helderder van geest. Dus ga daar wat in puzzelen, maar ga dus de tussenpoos verkorten en creëer ruimte voor 1, 2, misschien wel 3 van deze uitgebalanceerde maaltijdvervangende producten op een dag. Want Jenny, jouw klachten, jouw verminderde hersencapaciteit, jouw watten in jouw hoofd duiden op tekorten. Tekorten in essentiële voedingsstoffen welke nodig zijn in je lijf om het evenwicht te bewaren. Heersen daar tekorten in, dan zal je lichaam op de automatische piloot zijn. Zal deze gaan kiezen, prioriteit gaan geven aan de meest vitale functies van je lijf. En daar valt het voorzien van jouw geest van de noodzakelijke stoffen helaas dan niet meteen onder.